Dag moeder! Dag moeder! Ja! Goedendag iedereen, welkom bij Dag moeder. De WK-show die telkens voor de Rode Duivel spelen, door de voetbalactualiteit gaat. Op onze eigen manier doen we dat met drie topgasten opnieuw. Welkom, Gunther, Spion. Hey. Shauni, 12e vrouw. En natuurlijk Matthias, tacticus, welkom. De match tegen Brazilië heeft een paar jaar van ons leven gekost. Het was hartslag 2000. Er zaten ook fans in het stadion, Belgische fans. Een unieke ervaring, zij hadden tickets. Maar we hebben ook goed nieuws, want we hebben ook tickets. Vier duo-tickets. Jelle, jij brengt ze hier. Fantastisch. Dus vliegtuig, op 2 uur naar daar, hotel, alles inbegrepen. We gaan ze zo dadelijk weggeven. Voilà, de finale België tegen Argentinië. 25 juni 1986, Jelle. Ja, dat is het niet. Dat is al de finale van 32 jaar geleden. Dat was ook een kutmatch. 2-0 verloren, 2-0 Maradona. Die man die was toen goed, maar nu ziet hem er eigenlijk niet meer uit. Hij snuift als een olifant en hij drinkt als een giraf. Die vergelijkingen staan op niks, maar de tickets dus ook niet. Voilà, dank u, Jelle. Goed, de match tegen Frankrijk dan. Tacticus en het wordt een battle of the beast tussen twee toppers. Lukaku is aan een toptoernooi bezig, maar hij moet het tegen Frankrijk ook wel opnemen tegen een van zijn beste vrienden, tegen Paul Pogba. Die twee die komen echt wel heel goed overeen. You're the fire, I'm the water, but you see when I would need to wake up and I tell you when to calm down, so it's good. Exactly. We match. Ja, vriendschap betekent niet alles. Ze gaan echt voor die winst. Ja, ze zijn enorm competitief. Hè. Ze willen altijd beter doen dan de anderen. En zelfs gewoon als ze een spelletje basketbal spelen, dan gaat het er toch wel echt hevig aan toe. Wie gaat winnen? Ik denk dat dat duidelijk is. Ik denk dat we het allemaal weten. Wij. Hè. Lukaku gaat hem kapot maken. En Pogba zelf weet eigenlijk ook al hoe. His power. Oh, he's too powerful, this guy. It's not normal. Lukaku gaat de Fransen op een boterham leggen, binnen spelen en hup, naar de finale. We gaan de Fransen opeten, maar één man mogen we niet opeten, Spion Gunther. Ja, dat is Kylian Mbappé, 19 jaar, de topspits van Frankrijk. En tot voor kort woonde hij nog in een arme banlieue van Parijs. Zijn ouders waren heel arm. Zijn kamer ging vol met posters van Cristiano Ronaldo. Dat was zijn grote idool. En ja, zijn droom was het echt te maken om zelf een topvoetballer te worden. Ze waren arm, nu zijn ze rijk, neem ik aan. Ja, Mbappé die verdient vandaag 17,5 miljoen euro per jaar. Dat is gigantisch veel. Aan wat geeft hij het eigenlijk uit? Je zal denken aan dure auto's, maar dat is absoluut niet het geval. Hij heeft letterlijk gezegd, voetballer rijmt niet met Ferrari. Is hij slim en ook? Ja, want er rijmt eigenlijk bijna niets met Ferrari. Campari. Safari. Ja, Penari, daar zitten sommige kinderen niet in, want hij stort aan het goede doel. Ja, absoluut. Dit WK heeft hij elke wedstrijd die hij gespeeld heeft al 19.000 euro gestort aan een organisatie voor kinderen met een beperking. Dat is fantastisch. Schitterend, ja. Als de Belgen verliezen, dan mogen we eigenlijk toch nog blij zijn. Ja, absoluut. We gaan de finale spelen sowieso. Maar stel dat het toch gebeurt, dan moeten we Frankrijk steunen omwille van Mbappé. Omwille van het goede doel. Hij geeft het niet uit aan een Ferrari, aan boten, helikopters, maar misschien wel aan kledij en aan onderbroeken, 12e vrouw. Ik hoop het voor hem dat hij aan onderbroeken geeft. Maar over onderbroeken gesproken. Er is één kerel bij Frankrijk dat toch wel lelijk kent is. Griezmann. En Dine heeft een geheim wapen. Zijn onderbroek. Dine draagt een onderbroek van niemand minder dan SpongeBob. En dat is zijn lucky underpants. Hij draagt altijd op matchday en hij denkt dan dat hij gaat winnen. Het is niet alleen Griezmann die zo'n onderbroek gaat aan hebben op het veld. Er is ook een rode duivel. Namelijk... Michy Batshuayi. Ja, die heeft buiten een onderbroek nog een outfitje en een rugzakje. Ik wil gewoon zeggen dat wij Frankrijk gaan out-spongeboppen. En dus dat Michy de broek gaat dragen. Gaan ze na de wedstrijd ook van onderbroek wisselen in plaats van alleen maar truitjes? Ja, of dat zo hygiënisch is, daar ga ik me niet over uitspreken. Maar als zij daar gelukkig van worden, ja, ik denk het dan. Voilà, en geluk is belangrijk, ook voor ons. We gaan naar die finale. Bedankt, gasten. Bedankt ook jullie thuis. Goedemiddag. Ja, Orakel, welkom. Ik had je niet gezien. Ja, hallo. Ik hoor hier heel veel zeggen over de Franse aanval. Mbappé, Giroud, Griezmann, Pogba. Maar we moeten daar eigenlijk totaal geen schrik van hebben. Want die hebben 24 keer samen tegen Courtois gespeeld en maar één doelpunt gemaakt. Dus wij gaan gewoon in. Voilà. Fantastisch, Orakel. Ook om hier de boel even op te frissen. Bedankt iedereen. Tot ziens.